Ik heb deze week een hele interessante vraag gekregen via Facebook. En ja, het gaat erover, iemand werkt nog en neemt geld aan, et cetera. En ze zei van, ja, is dat nou eigenlijk, kan dat zo? Kan ik daar besmet door raken? Hè? En hoe zit dat met de aankopen die je doet? Nou, ik vond het een hele interessante vraag. En ik ben hem eerlijk gezegd gaan opzoeken. Nou, ik lees dat het voldoende is. Dus bijvoorbeeld met zo'n papiertje, papier geld dus. Je neemt gewoon een goedkoop vochtig lapje. Dan kan je dus je geld afnemen. Zo. Dit is zo meer dan genoeg. Komt er vel vanaf. Nou, inderdaad, toch wel een beetje. En dat kan je dus ook met je kleingeld doen. Nou, dan weet je dat dit gaat weer mooi en schoon jouw portemonneetje of waar je je geld ook bewaart. Wat ook zo is, dan heb je, oh ja, natuurlijk. En de post, ja, want dat virus kan echt heel lang blijven doorleven op bijvoorbeeld papier, glas, plastic. Dus maak het even schoon, hupsakee, nu kan je gewoon de post openen en lezen wat erin staat. Ja, papier daarin, ja nou, dat vind ik een beetje te ver gaan. Maar goed, wat je zelf wil, we hebben nu een maniertje om het te doen. Oké, ik pak weer even een nieuw velletje. Zo, dit gooi ik even hier neer. En inderdaad, je boodschappen, ja, die worden natuurlijk ook aangeraakt, want de schappen moeten gevuld worden. Dus als je het vervelend vindt voor jezelf, neem het dan even af. Je hoeft het niet na te drogen. Hupsa. En zet het dan pas weg in je keukenkastje. En als je een blikje, oh ja, dat is wel handig, als je een blikje met limonade openmaakt, maak eerst eventjes dit schoon. En als je geen glas in de buurt hebt, drink het dan klok, 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 maar maak het wel eerst even schoon. Nou, ja, god, ja, je kan natuurlijk ook dit nog afnemen. Je kan eigenlijk alles afnemen. Nou ja, ook deze is toch weer een beetje vies, dus lieve mevrouw die vraag gesteld heeft. Nou, ik vind het een hele goede vraag. En ik hoop dat we hem goed naar behoren hebben beantwoord. Want dit is wat wij op Facebook konden vinden. En nou ja, ik ga tegenwoordig ook maar mijn geld afnemen. Het ziet er in ieder geval mooi en gelikt uit. Heerlijk, toch? Ik hoop dat jullie iets gehad hebben aan deze tip. En als jullie zelf oplossingen hebben gevonden voor het mooi schoonmaken van spulletjes waar je mee in de war zit, nou, laat het me dan hier even weten. Like even of je dit leuk vindt en abonneer je natuurlijk. Nou, ik ga eventjes mijn geld witwassen. Dag, tot de volgende keer. Dag!